We zijn op ISG Arcus, een middelbare school in Lelystad. En die school die kennen wij nog van het tv-programma 100 dagen voor de klas. Met Tim den Beste en Nicolaas Veul, die als zij-instromer starten. Wat mij opviel, was die enorme betrokkenheid van de schoolorganisatie. Van de schoolleiding, van de leraren, de collega's en van de schoolopleider. Wat is volgens hen het belang van goede begeleiding van startende leraren? En aan de andere kant, wat is de toegevoegde waarde die de starters aan de schoolorganisatie geven? Vanuit verschillende perspectieven gaan we kijken naar dat belang van goede begeleiding van startende leraren. Deze keer ga ik in gesprek met Marielle Schriek, starter, en Thijs Oosterbaan, zij-instromer. Omdat ik elektrotechniek had gestudeerd, waar heel veel natuurkunde in zit, kon ik daar via de zij-instroom mijn bevoegdheid halen in 2 jaar tijd. Dat is inmiddels 3 jaar geleden. Dus ik stuurde met Sinterklaas mijn sollicitatiebrief en 6 januari stond ik voor de klas. Met een boek en een rooster en een lijstje met gezichten en namen. En ging ik natuurkunde geven. Waarom heb jij het gekozen, het vak? Het ging me echt omdat ik het idee heb dat als ik naar mijn werk ga, dat ik een belangrijke functie heb, al is het maar in op kleine schaal. En ik denk dat als docent je dat doet. Word je begeleid? Ja, formeel in de BSL, begeleiding van startende leraren. Daar zitten cursussen in, daar zit intervisie in. Ja, dat is een rooster en dat is een programma wat je afloopt. En daar is echt wel goed nagedacht, wat heeft een startende leraar nodig in het eerste jaar en in het tweede jaar en in het derde jaar. Hi, goedemorgen. Ja, ik had sowieso vandaag voor het eerst 3 uur klasse alleen. Dat was niet niks. En dat is denk ik het formele stuk en daarnaast bij mijn direct leidinggevende. Ja, dat komt steeds minder voor, maar in het begin liep ik daar wel storm denk ik naar binnen van wat me nu toch is overkomen. Ja, daar vond ik dan een luisterend oor. Hoe gaat ze met jou om als schoolleider? Heel positief. Het gesprek wat we nu hebben gehad is nog geen beoordelingsgesprek, maar meer kennismaking en hoe ging een les. Want ze is een keertje komen kijken. Maar ze wil je ook echt oprecht kennen. En dat is wel fijn. Het feit dat er ook wordt gekeken naar de persoon die erachter zit. Daarnaast word ik ook zeg maar binnen de sectie begeleid. Door een collega van mij, waar ik eigenlijk gewoon kan aankloppen met alles wat ik niet snap. Heerlijk lijkt me dat. Ja, is fijn. Is echt fijn. Heel waardevol ook, zeg maar. Waarom is die begeleiding zo belangrijk voor je? Nou, het is eigenlijk gewoon eerst als je eerste stap in je werkveld zit, het is wel, je wordt in diepe gegooid even. Tijdens mijn hele opleiding heb ik vooral lesgegeven aan HAVO, MAVO. Nou, ik sta nu voor basis en kader, VMBO. Dat is echt een andere doelgroep. Ik kom uit de Achterhoek, dat zijn dorpse scholen. Ik zit nu in Lelystad, dat is echt een stuk stedelijker. Dus heel veel nieuw. En dan is het fijn om in ieder geval niet het idee te hebben dat je er ook alleen voor staat. Ja, die eerste weken als zij instromen, ja, dan moet je het wel even laten zien. Als je op dat moment gevloerd wordt door een klas. Je moet het wel even zelf laten zien. Het moet wel een beetje in je zitten, denk ik. Nou, ik heb nu dan een rooster met 8 uur achter elkaar. Dan krijg je 8 klassen voor je neus. Maal 30 leerlingen. En iedereen komt op een andere manier binnen. Hè. Er gebeurt iets in de school en dan denk je, oh, wat gebeurt er nou met die klas? Dus ja, het is ontzettend leuk en heel intensief. En ik merk wel dat ik doe het nu bijna 3 jaar, dat het wel makkelijker gaat. Hoeveel je ook doet, uiteindelijk blijven er altijd dingen aan het eind van de week. Oh, had ook nog wel gekund. Ja, is niet gebeurd. Daar moet je dan vrede mee hebben, want anders word je helemaal gek, denk ik. En nu die begeleiding er is, ben je daar blij mee? Ja. Ja. Waarom? Het geeft heel erg richting aan je professionalisering. Je beseft dat je niet als eerste tegen bepaalde problemen aanloopt. En je beseft dat je elkaar kunt helpen en een team vormt. Het enige wat ik je kan meegeven is, in de les moet je continu bewust zijn van je eigen rol. Je moet focus hebben bij wat de groep doet. Je moet focus hebben bij wat ieder individu nodig heeft. Hmm. En dat maakt lesgeven zo ontzettend zwaar. Leerlingen willen graag elke keer op de voorgrond. Dat is een grote oorzaak van dat je geen orde kan houden. Dus elke keer groepsgedrag op de apenrots. Stel dat dat nou niet het geval was en je was in het diepe gegooid. Ja. Hoe zou je dat hebben ervaren? Zou je er dan nog zijn hier? Dat twijfel ik. Even serieus? Nee, dat twijfel ik. Ik denk dat het dan heel pittig zou zijn geweest. Was er een kans geweest dat je dan was afgehaakt? Maar als ik in een organisatie kom waarvan ik denk, nou, die leiding die vertrouw ik niet zo, dan ga ik heel snel om me heen kijken. Dat is wel essentieel, vind ik. Was je dan afgehaakt voor het onderwijs ook? Nee, dat vermoed ik niet.
Nee, dat, ik denk dat ze daar geen onderwijs aan verloren waren. Nee, dat... Nee. Hey, wat breng jij eigenlijk in de organisatie? Maar ja, je komt toch in een nieuwe omgeving met je eigen kennis, je eigen bagage en die breng je mee. Ja, wel denk ja, die kennis beperkt zich tot jouw vakgebied of ook tot didactiek en andere dingen? Ik denk ook zeker didactiek. Ja, het is heel dynamisch, dus er verandert elke keer wat en daar past een opleiding zich, als het goed is, gewoon netjes op aan. En dan is dat ook nieuwe kennis die je meebrengt. Ik denk omdat ik voor een starter meteen behoorlijk zelfstandig aan de slag kon. Ook in de vakgroep duidelijk een mening heb van, hey, ik ga dit zo aanpakken, wat vinden jullie ervan? Vanaf de eerste dag tot nu, tot en met nu, ga ik fluitend naar mijn werk, kom ik fluitend thuis. Meestal lig ik daarna 2 uur op de bank. Het is moe en voldaan en het is niet gesloopt of gefrustreerd. Nee, het is moe en voldaan. Ik ben blij dat je deze stap genomen hebt. Ja, heel blij. Ja, ja. En stel nu dat jij hier 10 jaar bezig bent en er komen weer starters na jou. Wat voor een soort collega zou je voor hen zijn? Behulpzaam. Ik denk, ik vind het leuk om te kunnen helpen, dat steuntje. Of een schouder waar even op geheld kan worden. Als het moet, tips kan geven over bepaalde dingen. Ja, ik hoop wel dat ik dat ook kan doen in de toekomst. Zoals jij dat ook gehad hebt. Zoals ik dat ook heb gehad, ja. Een mooi perspectief. Wil je meer zien? Ga dan naar onze andere video's.